6 eenvoudige trucjes voor een schone keuken. 6 eenvoudige trucjes voor een schone keuken. Een schone keuken vereist niet gigantisch veel investering van tijd en geld. Het komt erop neer om de juiste producten te gebruiken voor de verschillende onderdelen. De ruimte in huis die stevast het snelste vuil wordt in ieder huishouden is de keuken. Het belangrijkste probleem waarmee we geconfronteerd worden bij het schoonmaken is het vet afkomstig van het koken. Aarzel dus niet om een van de onderstaande eenvoudige trucjes uit te proberen om je keuken weer schoon te krijgen. Ze zijn enorm handig. 1. Poets het aanrecht. Het aanrecht is het onderdeel van de keuken dat het vaakst gebruikt wordt en dus ook het vaakst vuil wordt. Aanrechten kunnen uit verschillende materialen vervaardigd zijn, dus moet je rekening houden met het product dat je gebruikt om geen schade aan te richten. Lees daarom altijd goed de ingrediënten van het schoonmaakmiddel dat je gebruikt. Als je bijvoorbeeld een marmeren aanrecht hebt, kun je het op de volgende manier en met de volgende producten poetsen. Ingrediënten: 1 kopje 70 alcohol of zuurstofwater, 200 ml, het sap van 1 citroen, lauw water. Hoe ga je te werk? Meng de alcohol of het zuurstofwater met de citroen en de benodigde hoeveelheid lauw water. Je zult merken dat je aanrecht weer als nieuw wordt door slechts lichtjes te wrijven. Lees ook, hoe gebruik je citroensap om je huis schoon te maken? 2. Afzuigkappen. Ook afzuigkappen of dampkappen zijn een erg vuil gedeelte in de keuken en moeten geregeld grondig schoongemaakt worden. Afzuigkappen worden over het algemeen snel vuil en het vraagt heel wat moeite om ze weer helemaal schoon te krijgen. Als je een afzuigkap hebt die is vervaardigd uit staal, kun je deze schoonmaken met een beetje gember om de kap volledig schoon en gedesinfecteerd te krijgen. Gember kan trouwens ook van pas komen om allerhande ijzeren keukenhulpjes schoon te maken. Laat keukenapparatuur glimmen als je zilverwerk er roestig uit begint te zien, geen nood. Met onderstaand middel kan je het weer laten glimmen. Ingrediënten 1-2 ui zout. Hoe ga je te werk? Om de glans op je vorken en lepels weer terug te krijgen, kun je door middel van het wrijven met een halve ui en wat zout op de doffe zones de glans terugkrijgen. Je kunt ook water en zeep gebruiken om de borden te wassen. Beide erg nuttige tips. Als je keramisch keukengerei gebruikt, kun je deze wassen met ammoniak en afwasmiddel. Houten keukengerei was je dan weer het beste met een combinatie van lauw water en zuurstofwater. Dit is de ideale mix om houten voorwerpen weer schoon te maken. Hoe het gasfornuis schoon te maken. Als je in plaats van een elektrisch fornuis gebruik maakt van een gasfornuis, kun je dit het beste schoonmaken met behulp van water en zeep. Maar opgelet. Je kan het pas schoonmaken als de pitten volledig afgekoeld zijn. Als je ze volledig schoongemaakt hebt, kun je ze terug op hun plaats doen en opnieuw gaan gebruiken. Dit keukengedeelte hoef je trouwens niet elke dag schoon te maken, maar wel op geregelde basis. In de supermarkt vind je verschillende ontvetters die erg handig kunnen zijn om het vet en ander vuil in dit deel van de keuken op een snelle en effectieve manier te verwijderen. Huismiddeltje voor keukenmeubels. Je kunt zelf een schoonmaakproduct maken om je keukenmeubels schoon te maken.
Ingrediënten: 1 kop water, 250 ml, 1 2 kop azijn 125 ml, 1 2 kop vodka, 125 ml. Hoe ga je te werk? Om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan, mix je de drie ingrediënten, schud je alles goed door elkaar en giet je het in een spuitfles. Dit mengsel werkt ook als desinfectant als je er nog enkele druppels eucalyptusolie aan toevoegt. Met dit eenvoudige product verwijder je in een wip alle kalkaanslag en vet in je keuken. Dit middel zal echt een grote hulp voor je zijn bij het schoonmaken. Lees ook: witte azijn om kleding te wassen, een schitterend idee. 6. Vergeet kalkaanslag. Neem om kalkresten in een oogopslag te verwijderen. Vlug de volgende stappen door. Ingrediënten: 2 zakjes citroenzuur 200 g. Deze hoeveelheid is afhankelijk van de hoeveelheid te verwijderen kalk. Water. Hoe ga je te werk? Vul 2/3 van een theepot of schoon te maken pan met koud water. Voeg de zakjes citroenzuur met water toe. Laat dit gedurende 3 à 5 minuutjes koken. Nadat het mengsel gekookt heeft, kijk je of de witte resten verdwijnen of niet. Neem de theepot van het vuur en schud hem zachtjes heen en weer. Het loskomende vuil geeft je een idee hoe efficiënt het middel was. Hierna giet je het vuile water weg en vul je de kan opnieuw met water. Laat dit opnieuw koken en giet nadien het water weg. Herhaal dit minstens 2 keer alvorens de theepot of pan opnieuw normaal te gebruiken. Gebruik dit eenvoudige trucje om je pannen kookvrij te maken.